In 1993 start Bernd Rutjes met het op kleine schaal leveren van bewortelde stekken aan boomkwekers. De jonge kweker weet al snel een goede naam op te bouwen. Vanuit Horst wordt het bedrijf later verplaatst naar Zwolle. In 2002 wordt Bernds broer Tobias mede-eigenaar van het bedrijf dat gestaag doorgroeit. In 2008 wordt het nieuwe bedrijf aan de Horsterdijk in Lottum in gebruik genomen. Twee broers die de scepter zwaaien over Rutjes Young Plants. Hoe hebben jullie de taken verdeeld? Ik hou mij voornamelijk bezig met de administratie en met de verkoop. Ja, en om niet in Bernd zijn vaarwater te komen, hou ik mij met totaal andere dingen bezig. En dat is de inkoop en de productie. Nou, bij de administratie word ik ondersteund door mijn vrouw Sandra onder andere. En zij verzorgt de loonadministratie. En onze moeder, Rini, die zorgt voor het inboeken. En verder, ons vader, die besteedt hier ook nog de nodige uurtjes. En die zorgt dat het onderhoud en alle werktuigen uitgevoerd wordt. Tobias, we zijn hier in de stekruimte. Ja. Hier zitten veel van jullie medewerkers. Kun je eens vertellen hoe het medewerkersbestand is samengesteld? Ja, nou, we hebben een 40-tal medewerkers gemiddeld genomen in dienst. Daarvan zijn 6 medewerkers vast in dienst, dat zijn Nederlandse werknemers. 3 van hun zijn verantwoordelijk voor, ja, eigenlijk voor alles wat op de bedrijfsvloer gebeurt. Dus de gewasverzorging, allemaal dat soort dingen. 2 van onze Nederlandse medewerkers zorgen voor de bestellingen. Die zorgen dat alle bestellingen netjes op tijd klaar worden gezet. We hebben nog wat ondersteuning voor mijn broer Bernd, die op kantoor zit. En verder hebben we Poolse medewerkers. Ja. Dat is heel wisselend per seizoen. Hè. Nu, op dit moment is het rustig, dus hebben we 20 mensen in dienst. En midden in de zomer werken we tot 60, 80, 80 Poolse medewerkers hebben we erbij. Ja. Ja. En deze mensen zijn nu aan het stekken en dit is eigenlijk het begin van jullie productieproces. Ja, hè? Dat klopt. Ja. Ja. Nou, op dit moment zijn ze deze stekjes allemaal op maat aan het knippen. Mm-hmm. Dat is heel divers. Kijk, we hebben die 850 verschillende gewassen. Dus eigenlijk moet je het zo zien, ieder gewas moet op een andere manier op maat geknipt worden. Kijk, hier zie je dat ze onder een oog aan het stekje maken. Mm-hmm. Nou, de mensen zijn allemaal super ervaren die hier werken. Mm-hmm. Hier begint eigenlijk de eerste kwaliteitscontrole voor het product. Tobias, de kraamkamer, hoe lang verblijven de stekken daar? Nou, gemiddeld een 8 tot 16 weken, afhankelijk van de gewassen natuurlijk. We beginnen met insnijden om de luchtvochtigheid omlaag te krijgen. Ja. En vervolgens hebben we eigenlijk een heel jong plantje die op zichzelf kan staan, die eigen wortels heeft gemaakt. De bewortelde stek. Ja. Precies. Fase 2 in het productieproces, de afhardkas. Wat gebeurt hier? Nou, hier wordt van de fragiele plantjes eigenlijk een volwaardig, supergoed eindproduct gemaakt. Ja, want jullie hebben 250 klanten. Ja. En waarin onderscheiden jullie je nu dan? Wij luisteren heel goed naar wat de klanten willen. Kijk, als een klant tegen ons zegt, ik wil mijn plantje helemaal niet gesnoeid hebben, of ik wil hem juist 5 keer gesnoeid hebben, dan doen we dat. Dit is een bewortelde stek. Dit is eigenlijk het eindproduct wat we maken. En daarnaast natuurlijk kwaliteit, hè? Goede moederplanten, goede stekken. Super belangrijk. Hoe bewaken jullie dat, dat goede moederbestand, zeg maar? Nou, wij doen niks anders dan moederplanten selecteren. Mm-hmm. Dus over ieder jaar zoeken we de beste planten eruit, de meest gezonde, de beste bladkleuren, de beste bloemkleuren. Die planten die gaan we vermeerderen en die gebruiken we als ons uitgangsmateriaal, of als moederplanten, zeg maar, voor het jaar erop. Ja, dat zijn bijvoorbeeld ook de planten die buiten staan, hè? Ja, ja. En jullie halen die uit, niet alleen uit Nederland. Nee, dat klopt. Er zijn een aantal gewassen, daarvoor is het heel moeilijk om die in Nederland te vermeerderen, zeg maar. Of de moederplanten te kweken. Mm-hmm. Daarvoor hebben we nog bedrijven in Costa Rica en Afrika, Oeganda. Daar halen we het uitgangsmateriaal van deze kant op. Ja. En dat kunnen we dan hier vermeerderen. En waarom staan hier die stekken op matten? Klanten van ons wilden de planten makkelijker kunnen lossen uit het treetje. Nou, door ze van de grond af te kweken komen er geen wortels meer onder het cupje uit. Alles blijft in het cupje. Mm. Daardoor kunnen we ze heel makkelijk uit het reetje halen. Dus dat was, het probleem was opgelost. En het tweede, qua ziektes. We hebben veel minder last van schimmels, dus hoeven we veel minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. De meeste klanten van ons zitten in Nederland. Verder hebben we klanten in België, Duitsland, Denemarken, Ierland, Engeland. En een klein deel van onze klanten zit nog in landen als Portugal, Polen, Hongarije, Tsjechië. Wat wij proberen is echt onze klanten te geven waar ze om vragen. Dus specifieke wensen van klanten proberen we zoveel mogelijk in te vullen. En dat is wat de klanten ook aan ons waarderen. Heren, een
prachtig nieuw bedrijf. Wat zijn de plannen voor de toekomst? Nou, de schaalgrootte hebben we op het moment wel bereikt. Waar we ons in de toekomst op willen richten is vooral het service aan de klanten leveren en echte innovaties. Een van die innovaties is een tagsysteem. We plakken stickers op de treetjes waar alle informatie van de plant op staat en dat kunnen we van afstand uitlezen. Nou, naast het tagsysteem zijn we met een andere ontwikkeling bezig. Ik denk ook wel bijzonder onswaardig om dat te melden. Het is vrij lastig om jonge plantjes uit een treetje te kunnen krijgen. Nou hebben we eigenlijk een mandje ontwikkeld wat we nog eerst in dat treetje kunnen zetten. Waardoor we het mandje uit het treetje kunnen halen en altijd de wortels van het stekje in goede conditie kunnen houden.